wanneer ging je voor het eerst optreden? Toen ik denk ik 15 was of zo. En voor veel mensen al of nog helemaal niet? Jawel, er waren 400 mensen ongeveer. Ja, dat was best wel veel voor mij, voor mijn eerste optreden. En zat je toen al in een band met andere mensen ook? Toen was ik alleen en toen kwam ik bij een band, of was het tijdens de NAP periode, de eerste optreden. Dat was voor NAP? Voor NAP. Dat was voordat ik in een band zat. Oké, en ben je altijd zenuwachtig voor je gaat optreden? Nee, bijna nooit. Nee? Nee. En vind je het leuker om voor heel veel mensen op te treden of voor minder, of maakt het niet echt uit? Nee, als het gezellig is, maakt het helemaal niet uit. 2 of 2000 maakt niet uit. Als het gezellig is, is dat het goed. Ik ben niet serieus, het is geen boek wat ik praat. Ik streef naar succes en ik boek resultaat. Maar dat maakt niet uit, want hoe goed het ook gaat, ik zal laten blijven hangen op de hoek van de straat. Ik ben niet serieus, ook al ben ik ambitieus. Zoals ik het bekijk, er is er geen andere keuze. Dan stoppen en dan laten niet meer praten met die reus. Want uiteindelijk kan die toch niet deurig voor mijn neus. Dan ben ik echt geschrokken, dat vind ik zo verrot. Dat maakt me agressief en vies, lieg ik naar z'n strot. Maar dat doe ik niet, alleen ik ben nog wel wat slimmer. Zie als ik dat probeer, dan word ik in elkaar getimmerd. Als je niet weet hoe het voelt om geweigerd te worden, probeer dan door middel van deze net wat wijzer te worden. Ik kan met duizenden woorden klagen over het beleid, maar als er niemand luistert, is het zonde van mijn tijd. Kan ik beter gaan chillen, ergens iets voor de portier. Jongen maken het gezellig, ook al is er geen muziek. Geen vrouwelijk publiek, krijgen overal kritiek van onwonende mensen, de politie en politiek. Niemand die ons helpt, zoek het zelf maar uit. Dat is de boodschap die leidt, punt over en uit. Nou bedankt, jullie hebben weer mijn avond verleugd. En dan zeggen dat de jeugd van vandaag niet deugt. Even lekker stappen, hard voor hem, geen zin. Dat was de reden waarom hij had dat het duimpje ging. Lekker chillen met zijn matties, hij deed zijn ding. Maar ging naar de discotheek, want hij kwam er niet in. Even lekker stappen, hard voor hem, geen zin. Dat was de reden waarom hij had dat het duimpje ging. Lekker chillen met zijn matties, hij deed zijn ding. Maar ging niet naar de discotheek, want hij kwam er niet in. Ik rap altijd jouw tekst. Ik had iets anders dan ik had gepland. Ik dacht dat ik eigenlijk allemaal jongens zou hebben die al teksten schrijven en al rappen. Maakt op zich niet uit. Alleen dan ga ik jullie niet uitleggen. Dus de bedoeling van de workshop is dat ik jullie ga leren hoe je een professionele artiest wordt. Weet iemand van jullie waarom ik bekend ben? Waarom ik het zo ver heb geschopt? Als de waarheid spreekt. Geen onzin. Geen tekst. Teksten zijn gewoon, ja. Vrede. Ja, het is gewoon gek. Vrede, ja, geen onzin. Waarom denk jij dat ik zo ver heb geschopt? Ja. Sorry. Ik denk, ja, waaruit gewoon die teksten. Als er nooit meer een morgen zou zijn. Emotioneel. En de zon viel in slaap met de maan. Heb je enig idee wat het met je zou doen? Als er nooit meer een morgen zou zijn. Voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je vinden als je dagen vol zorgen zijn? Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn. Het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein. Neem nou de tijd om dit even te horen. Want als wij niks doen, dan gaat het leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven. En ze kunnen nog zoveel op deze wereld beleven. Kom, maar geven ze een kans en bieden ze hulp. Hou je poppie omhoog en krijg niet in je schulden. Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk. Nee, we kijken niet toe, we gaan harder uit. Doen. Wat zou je doen?
wat zou je doen? Ik ben mijn tekst vergeten. Wat zou je doen?